Trigon. Vernietiger van miljoenen zielen. Veroveraar van ontelbare werelden. Trigon is een van de sterkste wezens in het hele heelal. Is hij jouw vader? Ja, mijn vader is letterlijk een demon die leeft van de doodsangst van anderen. Vooral die van mij. Hier is Trigon, meester van het duister, vernietiger van dimensies, onderdrukker van beschavingen. Ze weten heus wel wie je bent, pap. Hi, ik ben Raven's vader. Jij bent vast Cyborg. Is dat een opgewaardeerde optische sensor? Ja. Fijn dat u het ziet, uw sterke Trigon, meneer. Gegroet, ik ben Starfire, de allerbeste vriendin van uw dochter van de Teen Titans. Jonge dame, deze bloemen kunnen niet op tegen jouw schoonheid. En hier heb je het feestbeest, Beast Boy. Precies. Jij hoeft je niet voor te stellen, Boy Wonder. Ik voel me vereerd. Hoe gaat het met je rug? Heel goed. Hoezo? Ik dacht dat die pijn zou doen van al die jaren dat je Batman hebt moeten dragen. Waarom ben je hier, pap? Om mijn enige dochter en haar vrienden te bezoeken, natuurlijk. En dat heb je nu gedaan. Tot ziens. Raven! Dat was hard, gast. Zelfs voor haar. Ja, ik bedoel, haar vader leek best aardig. Heb je ooit gehoord van kloppen, pap? Deze kamer is een zwijnenstal. Hoe kun je het hier volhouden? Ik had het idee om jou en je vrienden vanavond op pizza te trakteren. Ik betaal. Geen interesse. Ik wou dat je op zijn minst kon doen alsof je het leuk vindt om je vader te zien. Maar hoe dan? Terwijl ik weet dat je hier eigenlijk bent om te gaan preken hoe ik mijn leven zou moeten leiden. Toen jij zei dat je een heldin wilde worden, heb ik je toen tegengehouden? Nee. Ik dacht dat het goed voor je zou zijn om een paar levens te redden en dat het daarbij zou blijven. Maar laten we eerlijk zijn, je verspilt hier je krachten, Raven. Toen ik zo oud was als jij. Oh, gaan we weer. Had ik al lang mijn eerste dimensie veroverd. Wanneer was het de laatste keer dat je zelfs maar geprobeerd hebt om een paar wezens te pesten? Huh? 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 Ik heb er niet om gevraagd om demonentuig te zijn, dus laat me toch met rust. Wat heb ik fout gedaan? Raven is niet iemand waar je makkelijk mee kunt praten. De communicatie loopt niet bepaald makkelijk tussen haar en mij. Ja, ze raakt van mij ook altijd snel geïrriteerd. Waarschijnlijk heeft ze iets tegen sterke mannen. Ik bedoel, wie wil er nou geen vader die alle macht kan krijgen die hij wil? Wow, zei je nou echt alle macht? Serieus, je hebt geen idee wat voor Hansworst mijn vader kan zijn. Nee, dat zie je gewoon verkeerd. Jouw vader is helemaal te gek. Waarom praat je zo raar? Hoe praat jij zo raar? Jouw vader heeft ervoor gezorgd dat ze kan praten als een normaal meisje. Ah! En hij zorgt ervoor dat ik me kan veranderen in alles wat ik wil. Kijk! Dus verander jij in een zitzak. Nu kan ik relaxen op mezelf.